Je zou ook mensen aanspreken, klopt dat? Dus één richting weg. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En we gaan vandaag een ochtenddienst draaien. Dat is wel lang geleden, want ik draai eigenlijk meestal wat avonddiensten. Maar, en we gaan op de motor. Kun je misschien wel een pak zetten en zou je denken, hé, misschien gaan jullie op de zware motor. Nee, we gaan vandaag op de lichte motor. En daarvoor zijn we vandaag een dienstje in Utrecht. En ik ga namelijk weer een dienstje draaien met Dennis. En we hebben eigenlijk wel een speciale missie voor vandaag. Maar daarvoor gaan we even naar Dennis en we moeten even vragen wat onze missie voor vandaag zou worden. We gaan gewoon even naar Dennis. Want wat ook leuk is, waarom niet op de zware motor gaan, ga je straks ook van Dennis horen. Zo, meneer Schuring. Dag meneer Schut. Schuring, Schut, ja. Ja, Schuring, Schut. Ja. Zijn we weer in het Utrechtse. Ik heb net verteld dat we op de motor in dienst gaan draaien. Ja, op de nieuwe Yamaha's. De nieuwe Yamaha's. Vandaar dat we niet... Yamaha's, ja. Hoe spreek je dat uit? Ik zeg Yamaha's. 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 Maar niet uit. Op de motor. Helder. Cool, vet. Dus die gaan we straks even showen. Ja. Heb je verteld wat we gaan doen? Nou, ik heb gezegd, we hebben een speciale missie. En toen ik het zei, dacht ik, oh, dat klinkt misschien wel heel erg... Het is geen speciale missie, alleen we willen wel vandaag de aandacht schenken. Het fijn natuurlijk, afgelopen weken heel veel in nieuws geweest over het vasthouden van je telefoon op de fiets. En ja, wij gaan er vandaag wel op handhaven. Dus ben je in de Utrecht vandaag omgeving, hou dat ding gewoon in je zak en hou hem gewoon niet in je handen. Dat scheelt ons weer een reden om het te bekeuren, want dat willen we ook eigenlijk helemaal niet. Maar ja, doe je het, keuren je wel. We zijn natuurlijk deze video aan het maken en we willen natuurlijk voorkomen dat mensen hun mobiel vasthouden op de fiets, tijdens het fietsen vooral. Maar zullen we toch een beetje een soort, omdat het ook een video is, een soort spelelement voor ons even maken. Want hoeveel mensen denk je dat we tegenkomen die het nog niet weten of die hun telefoon op een fiets hebben tijdens het fietsen? Zo. Nou, het zijn twee vragen. Ja. Die ik niet weet, ik denk dat misschien 1 op de 20 het niet weet, schat ik. En hoeveel doen? Ik denk dat toch wel 30-40% van de mensen hun telefoon nog vasthoudt. Okay, dus ik gok dan dat we in deze video gezamenlijk 15 mensen in ieder geval of ze nou kunnen krijgen dat we beoordelen per situatie. Ligt aan de gevaarssetting. Ja, ligt aan de gevaarssetting, dan beoordelen we de situatie. Maar dat we in ieder geval 15 mensen tegenkomen en aanspreken op het feit dat ze een mobiel vaststellen. Ik denk dat we het gaan redden vandaag. Nou, dat ben ik benieuwd. We hebben dus een ochtenddienst en we gaan dus op de lichte motoren. En die hebben jullie volgens mij, tenminste ik heb ze nog nooit laten zien in de video. Dus we gaan eerst even, Dennis, je moet even aan de kant. Gaan we even mooie beelden maken. Dennis, voordat we straks allemaal mooie blauwe lampjes doen, wil jij eens even uitleggen wat er nu anders is? Want we kennen natuurlijk op de andere lichte motoren, we hebben de mop, daar is niks aan veranderd, hè? Mobielefoon is hetzelfde. Oké, ik zie daaronder wel knopjes. Ja, die zijn voor ons in Utrecht nieuw. Ik weet, sommige andere eenheden hadden ze al. Ja. Maar dit zijn de statusknoppen, zoals wij dat noemen. Wij kunnen gewoon, hoeven niet altijd daadwerkelijk iets aan de meldkamer met de mond door te geven, maar als we ergens bij een melding te plaatsen zijn, kunnen we daar gewoon een status 3 in ons geval voor indrukken. Dat doen we gewoon digitaal, dan weet de meldkamer dat we ergens al zijn. Oké. Wauw. Ik dacht trouwens dat het schakelen was tussen kanalen. Nee, dat heet daadwerkelijk schakelen. Dit zijn statusknoppen. Ik leer zelf ook weer wat. Ja. Dit ziet er wel een soort kermisattractie uit. Nou, dus ik moet zeggen, dat ik de eerste keer zag, schrok ik hiervan. Moet ik heel eerlijk zijn. Schrok je er wat? Nou ja, het ziet er gewoon even anders uit. Omdat je op de motoren, je leert herhalingsgedrag. Dus je weet waar alles zit. Ja. Dus denk je nieuw. En allemaal lampjes. Maar er zit allemaal stopknop, toetsen, bellen, de koplampen die kunnen meeflikkeren. Dit spreekt allemaal... Allemaal voor zich. Spreekt allemaal voor zich. Er gaat ondertussen naar een graad, anders ga je iets harder praten. En wat is dit dan? VIP? VIP. Mijn stem is ook al, hoorde je? Ja. Als wij een begeleiding doen van een VIP, dan kunnen we bijvoorbeeld de bestuurder die achter ons rijdt, kunnen we de blauwe lamp achter kunnen we uitzetten. Zodat de bestuurder van de VIP-auto niet geblindeerd wordt, of niet verblind wordt, moet ik eigenlijk zeggen. Oké. En de rechterkant het stop volgen de AS Amber, denk ik. Ja. Nou, dit kunnen we nog een lampje erbij doen. Misschien een roze zo. Nou, ja, oké, laten we op de auto hebben we natuurlijk wel de groene, commandovoertuig. Alleen de motoren mis ik wel het commandovoertuig. Ik heb geen groene knop. Ja, maar je kunt als motor toch geen commandovoertuig zijn? Als ik opkoop ben, kan ik toch commandovoertuig zijn. Is de motor een voertuig? Motor een voertuig? Oké, goed wel. Je bent... Hè? Ja. Dat ga je eruit knippen, hè? Dit kan niet goed
Nou Dennis, aan jou de eer. Fire it up! Blauwe lampjes. Alleen, weet je wat het is? Kijk, ik zie u over het fietspad rijden, ik zie u over de stoep rijden. Nou, hij... En ik begrijp nogmaals, ik begrijp heel goed dat u veel pakketjes... Ja, dat begrijp ik heel goed en het pakketje moet doen. Maar ja, dat ontheft u niet van, gewoon de verkeersregels. En nou, u ziet het, valt gewoon een beetje op. Houd het netje in de gaten. Oh, en succes. Je moest naar Albert Heijn? Ja, ik moet deze Albert Heijn. Oké. Okay. Ja, nou ja, nogmaals, ik hoef niet te zien, dat geloof ik helemaal. Want ik begrijp ook echt wel dat u druk heeft. Ja. Bij het verkeers ligt er links en dan weer rechts. Ik ga nooit doen, ik zal laatste keer. En als u het wel doet, dat kan heel veel geld kosten. Succes meneer, werkt u. Schrikken, is het toch een beetje. Goeiedag. Rekker Aspek, het feit dat u net op uw telefoon zat te kijken terwijl het fietsen was. Oh, ja, je hebt... En dat is verboden. Ik was op de... Ja, ik was aan het kijken omdat ik de weg aan het zoeken was. Ja. Het vasthouden van de telefoon is al strafbaar. En dat voor de bekeuring voor 95 euro tegenwoordig. Eerste ridder. Was dat nummer 1? Dit was 1. Wacht even, waarschuwd. Ze reed zat te kijken, maar er reed niks om me heen. Dat was gewoon veilig. Oké. Zo, we zijn aangekomen in bureau Utrecht-West. Utrecht-West, ja, dat is Leidse Rijn, Vleutenermeer en Leidse Rijn. Oh ja, ik denk dat je op volg op Instagram, ik denk ook hun even promoten. Vleutenermeer. Zet hem eronder. En politie Leidse Rijn, zet ze er vooral onder. Daar zijn we nu, moest even wat stukken voor de recherche geven. Ja, mag ik weer even zonder... De stukken kan ik laten zien, staat tekst op. Het gaat om een, zoals ik nu eens schat, een taser die we even afgeven bij de recherche hier. Kennelijk draait de recherche hier op dit bureau een onderzoek waarbij verdachte een taser heeft gebruikt. Dus we moesten vanaf ons hoofdbureau even een stukje naartoe brengen. Oké. Okay. Hey, wat me nog wel opviel, we zijn natuurlijk onderweg vanuit de Kroonstraat paarden van Utrecht Centrum in je heen gereden. Ja. Wat fietserspaden meegepakt. Ja. Wat heeft de verkeersovertreding van dat bestelbusje. Ja. Maar één fietser. Eén fietser. Wat is, vind je dat nou veel of weinig als je kijkt? Het is rustig op de weg. Het is sowieso rustig en eigenlijk ben ik blij dat maar één iemand gezien. We hebben best wel fietsers gezien, maar één iemand die echt de telefoon vast had. Ik zag wel heel veel oordopjes in. Ik zag mensen wel dat ze bezig waren met de telefoon, maar niet in hun hand. Helder. Dus ik denk ergens dat de boodschap afgegeven is de afgelopen tijd. Dus ik kom positief over. Gaan we koffie halen? Even een kleine update van net. Ik heb de beelden wat ingekort omdat we dit niet allemaal in beeld willen brengen. Ook omdat het een gevoelig onderwerp is. Maar we kwamen vanuit Leidse Rijn, waren we onder terug naar Utrechtstad. En onderweg hoorde Dennis en ik. Dennis die, is goed aan het opletten hier al. In ieder geval een melding van dat iemand zichzelf van het leven wilde beroven, zoals ze dat noemen.
En dat zou hij mogelijk met een mes doen, dus met andere met twee eenheden zijn we die kant op gegaan. Uiteindelijk viel het gelukkig mee, meneer was goed aanspreekbaar, wel zeer emotioneel. Ja, en Dennis heeft echt een lang gesprek gehad toch, Dennis? Ja, ik heb best met iemand over gesproken. Ik vind het wel heel verschrikkelijk om te horen, dit soort dingen. Gelukkig gesprek hem toch wat dingen mee kunnen geven. En we wachten nu gewoon zijn familie even af die het straks over gaat nemen. Zodat hij de juiste hulpverlening gaat krijgen. Ja, we zijn inmiddels weer met vervolg. In ieder geval er is familie onderweg om de zorg over te nemen. In dit geval hebben we ook overleg gehad met de artsen, de GGD, de crisisdienst. En die gaan meneer... hoe heet dat eigenlijk? Een gesprek? Heet dat schouwen? We gaan gewoon even een soort intakegesprek houden. Dat hebben net de collega's van Vleuten de Meerden, die hebben dat net overgenomen. Die hebben dat gearrangeerd, zoals dat mooi retourwoord heet. Ofwel, die hebben dat even kort gesloten. En die collega's Vleuten, die gaan het ook overnemen. Dus wat wel tof is, dan kunnen wij gewoon verder gaan met ons werkzaamheden. Goeiedag chef, mag even stoppen. Je weet vast waarom. Je hebt de telefoon niet aan terwijl je het fietsen bent. Hey, maar is het niet om de volgende keer gewoon even stoppen om dan even het gesprek te doen? Want dan kunnen wij niks maken, om zo maar te zeggen. Dan is het geen bekeuring. Hey, we gaan een waarschuwing geven. Puur om het feit rijdt niemand om je heen. Je rijdt alleen. Dus op zich is het geen gevaarzetting. Dag. Hoi. Ja. So don't bike and have your phone in your hands. It's not allowed. Tegenwoordig kan het €90 kosten. Dat ik even de telefoon in de hand had. Ik had het echt even niet gedacht. Als het goed is, heb je gezien dat ik hem wegdrukte en in mijn zak stook? Nou, ik zie natuurlijk een korte opmouw. Dus ik kan niet heel goed zien wat hij doet. Maar ik zag het net ook niet meer. Toegestaan, hè? Nee, klopt, maar het is voor mijn werk. Je moet even stil gaan staan. Goedendag. Een duur grapje. Oh, sorry. Ik mag niet treffen. Nee, je mag hem helemaal niet in uw hand houden. Oh, okay. Ik ben €95 kost. Ja, ook dat is helaas ook niet meer toegestaan. Ja, dankjewel. We zijn inmiddels weer even aan het bureau en we gaan even eten, moet natuurlijk ook gebeuren. En ik zal even een kleine update geven. Volgens mij, als ik me nu kan herinneren, hebben we ongeveer 7 bestuurders aangetroffen die een mobiel op enige wijze vasthouden tijdens het fietsen, wat niet toegestaan is. En volgens mij hebben we in alle situaties, ik moet even nadenken, want ik weet niet helemaal zo goed wat mijn Dennis gelopen is, allemaal gewaarschuwd. Dus nou, we gaan naar het eten verder kijken en voor nu viel het eigenlijk nog wel mee. Zie ik jullie straks naar het eten. Zou Dennis hebben gegeten? Ja. Wat we hebben enigszins een beetje haast, wat gaan we doen? Ja, we hebben het intern van binnenuit, zoals we dat noemen, van de collega jeugdwijkagent wel gekregen dat op een locatie een vervelende stalker aanwezig zou zijn. We waren eerst een andere melding, maar deze heeft iets meer voorrang. Dus daar gaan wij nu naartoe om te kijken of die er is en of we hem dan gelijk binnen kunnen trekken. Dus op zoek naar een, naar binnen trekken aanhouden. Op zoek naar een stalker, ja dat klinkt beter. Ja. Oké, nou maak jij klaar, motor klaar. Ga ik de mijne klaarmaken. Het signalement had je meegekregen en hij heeft naar de toerenkast.
Dennis, we hebben de man helaas niet aangetroffen. Nee. Maar ik begreep dat er een langdurig probleem is. Iemand die valt wat mensen lastig. Om het even kort samen te vatten. Valt scholieren lastig, valt de school lastig. En we zijn het eigenlijk zat. En ook justitie is het zat. Ja. Dus een omgevingsverbod. Of ik weet even niet juist te woord. Gebiedsgebod? Gebiedsverbod, heel goed. Hij mag binnen een bepaalde straal van de school niet komen. Komt hij er wel eens in overtreding. Ja. Ze dachten die deze persoon gezien te hebben, maar dat bleek uiteindelijk, wij hebben hem niet kunnen vinden in ieder geval. Dus we hebben het advies meegegeven, mochten ze toch iemand zien lopen waarvan ze denken dat het mist, om gewoon in ieder geval 112 te bellen. Ja. Want we nemen dit gewoon, ik ben gewoon een misdrijf, dus die wil van achter de tralies hebben. Oké, okay. Nou helder, gaan we weer verder zoeken. Ja, hey, mobiel bellen, we hebben er 7 nu geloof 7, ik. 7, ja. 7 keer waarschuwingen, dus... 7 waarschuwingen, oké, let's go. Uit, stinkt als een ballen. Groot gaslek, begrijp ik. U kunt er wel niet van naar binnen, hoor. Dennis, kun je vertellen wat ze hier gedaan hebben? En dat doen ze. Wat gebeurt er? Ja, de brander is van het werk. Gaslek. Mensen die hier aan het werk waren, die hebben een hoofdleiding geprikt en daardoor het gas eruit gestromen. Oké. En nu, wat is onze taak nou eigenlijk? Vooral kijken hoe de brandweer aan het werk is. Want het is in principe de brandweer is mee bezig. En het is daarna wachten op Stedin, die het mooi kan afsluiten en kan dichten. Ja. Vooral nog brandweernoodmaatregelen aan nemen. Dus zijn ze meer voor de afzetting, hè? Zal ik het maar even netjes zeggen dan? Ja, goed. Zijn we goed. Veilige werkruimte voor de brandweer. Ja. Je bent aan het fietsen, aan het bellen. Ja, ik zit er wel. Ja. Doet hij netjes in de tas? Of in je broekzak? Ja. Oké, we gaan er even zoeken. Maar één tip voor de volgende keer. Ja. Als u al gelijk bij het begin denkt van ik vertrouw het niet, spreek ze vooral niet aan, maar bel 112. Maar dan blijven ze nog even hier. Ja, nee, ja. Maakt niet uit, voor de volgende keer. Ja. En dan, is er nog een bepaald nummer? Of is 112, gewoon 112, zegt u, verdachte situatie. Ja. Oké, nou we gaan even zoeken. Dank u wel voor de melding hiervoor, dat is scherp. Ineens gaan er allemaal heel veel meldingen door elkaar. We waren zojuist weggegaan bij de melding van een gaslek. Daar ging de brandweer het verder regelen samen met de netbeheerder. In dit geval was dat Liander, geloof ik dat het goed uitspreekt.
Toen kregen we een melding van een verdachte situatie. In ieder geval onderweg hadden we nog een meneer die aan het bellen was en de fiets aangesproken. Gelijk erop een melding van verdachte situatie. Zouden op hete daad fietsen worden gestolen. Uiteindelijk in de omgeving. Melder had ze aangesproken worden op de verdachte op de vlucht waren geslagen. Nou ja, tegen de tijd dat wij kwamen waren ze natuurlijk al niet meer te vinden. Halverwege de zoektocht kregen we een andere spoedmelding. Een zeer urgente vermissing van twee hele jonge kids, volgens mij 6 tot 8 jaar. Dus er werd gelijk een grote opgezet, meerdere eenheden naar de locatie, naar de melder. En wij moesten ook die kant op. Uiteindelijk onderweg toen we aan het aanrijden waren, bleek dat twee dames, volgens mij wel goed onthouden heb, waren aangetroffen. Dus ja, we zijn nu weer, zoals het heet, op beschikbaar. We hebben een eentje voor de meldkamer. En we gaan weer verder met de vrije surveillance of dat we een melding krijgen. Goeiedag. Het telefoon in je hand, terwijl je het fietsen bent. Dat is niet toegestaan. Nee. Goeiedag. Ga stoppen. De reden van je telefoon in je hand. Ja. Leg hem in je mandje, dat je erop kan kijken dat hij ergens tussen ligt, dat hij niet wil gaan schuiven. Of in je zak met oordopjes in, ja. Want ze vertellen ook op de navigatie waar je heen moet. Ja, dat is... Even stilstaan als je aan het bellen bent, hè? Wat? Volg je moet even stilstaan als je aan het bellen bent. Ja? Ja. Hey, is er één richtingsweg? Ja, ik zie het ook. Ja? Dat is goed. Ja, zeker. Ik hoor, we krijgen hier van een meldingje binnen dat u hier al een tijdje zit, een uurtje of 3, 4. Niet verboden nee. Hoor, maar mensen maken een beetje zorgen. Nee, ik ben er weer een uurtje doodgelopen. Een uurtje? U zou ook mensen aanspreken, klopt dat? Op camera wordt gezien dat u mensen aanspreekt. Ja, nee, voor de rest... U loopt niet achter mensen aan. Ik zeg al, nee. Er hangen camera's, hè, dus we zien wat u doet. Ik kan me voorstellen dat u mensen om geld vraagt, maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment mensen dat een beetje vreemd vinden. Als in het gebied, zeker als de binnenstop, als meerdere mensen dat doen en dan loop je voorbijgangers die elke keer mensen om geld vragen. Dus het is hier ook niet toegestaan. Dus ik ga nu ook verzoeken daarmee te stoppen. Ik deel hem even mee, we leggen uw gegevens vast in ons systeem. Dus het wil zijn dat u vandaag of morgen weer gecontroleerd wordt en de collega's hebben een beetje hetzelfde ritana. Ja, het wordt op een gegeven moment echt vervelend. We houden rekening met er wel een bekeuring te krijgen. En dan gaat er helemaal verder de financiële situatie verslechteren. Maar je kunt ook gebiedsverbod krijgen en dat soort dingen. Ze wilt u niet. Dus houd het even in de dag. Ja? I saw you passing me already. But that was so I think it was 20 seconds you had it in your hands. Jongedame, ik ga hem stoppen.
De reden dat je je telefoon vast hebt. Onze nieuwe motor hebben natuurlijk weer de nodige kilometers gemaakt. Het vuil zit erop en ja, het heeft ook een beetje geregend. En schoonmaken is een van de belangrijkste taken voor onderhoud, toch? Kan je tegen water of niet? Nee, eigenlijk niet echt. Oeh. Dennis, wil je mijn motor ook even doen? Wil je mijn motor ook even doen? Ik pak je motor erbij. Yes. De motoren zijn weer schoongemaakt en ze staan inmiddels weer op een plekje aan de lader. En Dennis is nog even de laatste dingetjes van de koffertje aan het opruimen. Yes. Ik ben een beetje mijn verhalenlijn kwijt. Ik weet niet zo goed meer wat we waren. Maar, oh ja, het laatste wat we nog gedaan hadden was die melding van een heetheid inbraak. Er was een auto opengebroken, verdacht zouden verdomme fiets. Met meerdere eenheden gaan zoeken, zeker met de motoren in de binnenstad. Yeah. Hebben we uitgekeken naar de mogelijke verdachte. Alleen, ja, nou ja, het zegt zoeken en speelt van Hooiberg op zich wel een redelijk sentiment. Dat bekende plekken meegenomen. En we hebben ons ook even een beetje opgesplitst en Dennis ging ook richting Sterrenwijk. Ja. Ik had meer richting incident, wie weet komen nog wat tegen. Helaas had dat niks. Is dat lekker in zin? Helaas was dat niks. Klonk heel vaak. Maar goed, Dennis, daarna zijn we gesplitst. Wacht, doe even zo. Ja, oh zo. Oh, mijn haar. Oh. Ja, ja, je haar ziet er goed uit, mij ook. Maakt niet uit, hoort ik had, ik heb niet helemaal gezien wat jij nog gedaan had. Ik had onderweg nog een paar mensen die een mobiel vasthielden tijdens het fietsen. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik heb hetzelfde eigenlijk gehad. Ik denk nog twee of drie mensen nog aan de kant gezet, normaal gesproken op het vasthouden van de telefoon. Ik heb vandaag geen bekeuringen geschreven. Ik vond niet dat de situatie waarbij het verkeers gevaarlijk was. Mm-hmm. Dat had ik bij een waarschuwing opgelaten, want ik vind 95 euro best wel veel. Maar ik denk dat ik een stuk of 8, 9 mensen heb aangesproken. Ik durf niet te zeggen. Ik denk dat we straks met straks met de beelden terugkijken, misschien een totaal over kunnen overzicht kunnen geven. En kijken of we die 15 wat we hadden verwacht gehaald hebben. Ik denk dat we wel gehaald hebben, maar ik denk dat we eroverheen zijn zelfs. Ja, want ik weet het niet meer precies. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt. Ik denk dat voor de eten zaten we op 8 geloof ik. Inderdaad, ik heb ook wel helemaal gewaarschuwd. Dus ik vond het ook vrij lastig om echt. Ik had nog niet de situatie waar ik denk, hé, er moet echt een plusverbaal tegenover staan. En ik merk ook dat heel veel mensen het gewoon toch nog niet doorhebben. Dus deze video is ook naar jullie, dat jullie het nu weten. Ja. Nog meer extra info van jongens, het mag gewoon niet meer. Wat je ervan vindt, dat maakt niet uit. Het mag gewoon niet, punt. En straks zijn er echt wel wat meer consequenties. Denk ik. En ik wil zeggen, we gingen er gericht naar. Of gericht, we gingen ons fixeren op verkeer en dit namen we extra mee. Uh-huh. Maar ik vind het grappig hoe chaotisch de dienst kan lopen, dat we hop naar her zijn gestuurd voor diverse meldingen. En tussendoor zijn we nog steeds ermee bezig. En dat is ook het politievak natuurlijk. Ja. Ja, een stukje handhaving en we schakelen een noodhulpmelding of weer hulpverlening of noem het maar op. Maar wat ik wel nog even kwijt wilde, 15 of iets meer, ik denk tussen de 15 en 20 zijn geweest. Ja. In het totaalplaatje van mensen die ik op de fiets zag, en daar hadden we het daarvoor bij het eten ook nog even over, vond ik het eigenlijk hartstikke weinig. Ik had toch misschien verwacht dat we echt gewoon voor het eten al 30 mensen hadden aangesproken. Minimaal, had ik ook verwacht. Ja. Dus kennelijk weten de meesten het wel en zie ik mensen echt gewoon goed op de fiets zitten. Ik was echt blij, ik vond het echt fijn om te zien. Ah, ben je blij? Ja, ik ben echt blij dat mensen zich gewoon de regels houden, maar de mensen zich gewoon flexibel op het verkeer. Helder. Daar is het ook voor bedoeld. Dus mooi. Ik vind het top. Wat vond je ervan? We waren toch weer niet op de motor in Utrecht. Ja, op heerlijk, de nieuwe motor, ja. Dan gaan we nog, wacht even zo. Ja jongens, de nieuwe motoren. Links staan nog twee oudjes, rijden ook nog helemaal lekker. Maar dit zijn de nieuwe. Ik had deze eerder een keer opgenomen met Dennis, maar toen waren de beelden helaas door de crash verwijderd of kwijt. Dus geniet er nog even van, gaan wij afsluiten. Zie ik jullie de volgende keer weer. Later!